Ik is mevrouw bij en Elizabeth Berry. Mm-hmm. Ik is eigenlijk een boegelijk van Klaver. Dus we dachten mij voor en trots op aan die dood Klaver. Iets te gaan zien. Mm-hmm. Welkom mevrouw, ja. Welkom. Praat maar. Dat is die doop. Ik kan niet mooi zoet herinneringen aan Klaver onthouden. Van mijn school vanaf tot op vandaag. Wanneer is mevrouw geboren? Ik is geboren die 19 augustus. Mm-hmm. 1942. Oké, niet aan de dag. Nee, dat is mijn geboortedatum. Okay. En dat word ik toe. En mevrouw zijn pa en ma? Mijn pa was geweest, een bij een bekende man in Klaver. Dat was mijn pa geweest. Van een Klaassen. Mijn pa was onder andere was mijn pa. Hij was ook een pastoor van de AGS-kerk. Ah. Tijdelijk in de AGS-kerk geweest. Mijn ma was geweest. Margrethe Klaassen. Geboren in Manel. Mijn ma stamt in die Manels uit. Van Ibanese. Okay. Het is eigenlijk een Ibanese. Okay. Ja, ik was wel een dochter. Mijn opa was geweest. Petrus Manel. Mm-hmm. En zijn vrouw Sophia. Dat was mijn opa en oma geweest. Okay. Ja. En waar aan de school gegaan? Ik had school gegaan in die vorige had om kraamschool aan die oudheid in die schooltje. Wat nou eindelijk is, Nieuw Primair. Mm-hmm. Was voorin geweest in die NG Senning. Sissie Nieuw School. Oké. Okay. Ja. En Antje tot wat een vlak school gegaan? Ik heb mijn daar school gehad tot zijn met 6. Tot zijn naar 6? Ja. En wat had Antje naast naar 6 gegaan? Ik had naast naar 6 in Klaver, tijdelijk gewerkt. Een jaar was met mijn zoon. In die cafés gewerkt. Mm-hmm. In die winkels als jonge dochters. Dus maar hier zo mijn zoon, waar ik het gewerkt heb. Maar ik was een werkhaar. En op de ouderdom van 19, toen verreis ik naar Kaapstad. Oké. Okay. Piauwe althans. Mm-hmm. Mijn eerste werkplek was geweest Karl Bremer Hospitaal. Oké, daar een voortrekker. Ja, daar had ik gewerkt. Daar had ik begonnen te werken in de ongevallen afdeling. Daar had ik begonnen te werken. Trolletjes stoot en dat was maar gemaakt. Ik had onder andere die ook dietkoeken gedaan. Oké. Okay. Ja, die had ons voorbereid. Okay. Special diets. Ah. Weer een paar geweest. En hij had ik mijn man ontmoet. Mm-hmm. En hij heeft ook daar gewerkt. Zo, so, je man is van Douwe? Ja, mijn man is van Douwe. Hij is van Oudelbelwe. Hij is een sporter van Oudelbelwe. Oké. Okay. Ik heb daar ontmoet. En hij was Willem James Berry. Oké. Okay. Ja. En goed familie deed gekomen, wonderlijke mensen. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk een baie nauwe band met mijn schoenen gehad. Mm-hmm. Dat is die laatste zuster van hem. Dat is nog wel leren. 2012. Oké. Okay. Dat is die laatste geweest. Nou, en zo heb ik, dat is gestaan. Nee, ja. Nou, en zo heb ik door die voorweg gehad om dan naar Naka Bremer Hospitaal, na ik getrokken is, heb ik weer gaan werken. Oké. Okay. Ja. En toen ik nou niet meer daar gaan werken, daar ga ik het niet. Toen ga ik trouwens die oude spoorweg. Ja, we noemen die oude spoorweg. Intussen zijn de kinderen natuurlijk geboren, ik heb 3 kinderen geboren. Mm-hmm. Mijn zoon Leon, 2007 was in Hilton. En dan mijn dochter die samen heb klaar. Zij is makker. Ah. Ja, die kinderen. So, Antje, hoe was je leven destijds toen Antje nog een kind was, jong klaar? Hoe dat wonderlijk is. Ons was natuurlijk baie vrij geweest. Ons is natuurlijk baie als kinderen ruimte gaan. Bij de rivier was haar geweest. Mm-hmm. Ons bijvoorbeeld in de rivier, nooit de rivier opgelopen, was opgeswemd. Ik was erbij, goed geswemd. Hier bij ons is een treinbrug, je kan het zien. Mm-hmm. En hier, als je bij die brug begint, hier vandaan, bij de eerste en tweede pilaar, de rivier voor zijn dik was daar, in die water. Mm-hmm. Hij was deel van de sport, ons was beter geweest. Maar ik neem maar niet meer. Nee. En dat is opgegaan. En gespeeld, dus hij was rugby natuurlijk en op schoolvlak. Dat is ook goed in die netpark geweest. Onze tijd heeft genoemd, wat we dag noemen drama's. Dat was geweest, wat ons noemen die concerten. Ik was ook betrokken daarbij. Onze
net bij, ik was op in die Nibber, ons was daar, veel, ons was die jaar die het genoemd, speelde je van die Inuit. Ja, dat is niet. Nee, ons was, dat was pijnlijk. We zijn natuurlijk alleen maar praten, toen trainen we wissels. Dat was streng dan. Ons kon gaan maken, dus bij ons was iedereen ouder, hij zei, was ons streng, tot in die school. Nou, kan Antje nog een oude Waterstraat aan Tille gebleven? Onze daartijd was aan je eindelijk straat. Dus daar was niet één straat, het is van de Leestraat die vandaag nog bestaat. Mm-hmm. En die huizen was net geweest, zijn er maar, ons hebben sommigen noemen Pastorica. Mm-hmm. Het was ja Pastorica, mm-hmm. Die noemde namen. Die Ramkan, ja Pastorica, hij was één afdeling. Dat hij daar geen schip behoort. En dan die één gezin aan kan. Dat was in de 4K kerk geweest. En ons nog genoemd in St. James kerk was die kloof. Dat was ons, zoals elkaar. En ons was, daar was ons zo'n familie. Dat is mijn dag bij je vriend en zwang van vader die hier wat vandaag is. Want ons had hier te maken different woord. Want ons was in ja, geen zo belangrijk. Hoe dat was belangrijk. En die kerk was er belangrijk betrokken. En onze concerten. Dat jaar was dat weer als genoemd die Christusconcerten. Dan had die 8 eerste keer het ook Christus aangehaald aan onze 10 jaar naar kerken. Christus, ons nog maar gaan noemen Christus. Christusdijk was die 4 jaar kerk. En Boxingdijk was dat die St. James kerk. Zo heet ons elkaar. Zo ons het groot geworden. Zo al amper als weer een familie is. En natuurlijk die brug was daar, dus maar ons ook. In die berg, wat die boos. In die berg, die boos. Daar, als je nu zo gaan tijd drijven, nee? Mm-hmm. Als je in je kop aan gaat, als je kan kijken, de bus met die kan gaan daar. Mm-hmm. Die fonteinen. Dat was ook zo'n plek. Zo, daar was die tijd geweest, zo, verkeerde gedachten. Oké. Okay. Niks. En Antje, wat de meeste mensen, wat voor hun beroepen, toen Antje nou groot geworden? Die mensen waren om Antje blijven. Natuurlijk was ik geweest die spoorweg. Mm-hmm. Die spoorweg was natuurlijk die slagavond van Klama. Mm-hmm. Recht daar. Dat was die slagavond van Klama. Dus als je op die spoorweg gewerkt had. Mm-hmm. Jouw paas of zo had je allemaal gewerkt. Dan was je er safe. Mm-hmm. En die vankers was ook geweest. Was daar was geweest. Die man train. Wat we dachten nu op de taal van me. We dachten maar met de kamer vullen. Maar toen was ons eier. Wat kan ik nou als ik was een trein altijd samen gaat, agendeerd aan deze reden. Ze gaat samen met ons, mensen bij de tijd. En Malai, Bunkers. Die was er zo'n andere. Klaar met ook zijn eigen bakkerij gehad. Die staan niet, was de grootste bakkerij. Wat voor allemaal brood was niet tot in die Noordkaap. En dat klaar was gehad aan marmerfabriek ook. En na, dat was ook nog gevallen toe, is dat bijvoorbeeld niet meer alles. Die spoor was daar hier, dit was die plek waar die beste ingekomen vervoer. Want achter die Noordkaap. Kramerstatie was daar, dat hij dit gelijk, zoals Bergen. En al die beste heeft hij ingekomen. Okay. Ons als jong meisjes het ingekomen. Staan in die trein, maar misschien is daar ook niet die trein, maar volgens reactie. Ja, zo was het daar geweest. Samelijk stuk, ja. En natuurlijk dan, wat een bijenklaver, groot sport was. Klaver lijkt het ons goed met die circus. Dat was die circus, dat weet die. Huh? En die marinieren van de Merkram. Ah, de carnaval. De carnaval. Okay. De olifanten, die dieren. Huh? En die staat erop, waar we dan gebruikt worden. Hij wordt afgeleid van die trainer en dan wordt er opgebracht. En dat was het, ons had het Assenklaver gehad. Nice. Nou, zo van mij als een kind van Klaver, is dat eigenlijk nog vandaag hartstikke. Om dan te zingen in Zatië. Maar dat is niet meer dan vaak. Want Tijen gaat voorbij. Tijen komt in. En vandaag is het zo die tijd waar ons jongere mensen weer in die liefde moet oornemen bij ons. Zo ik aanvaard onze tijd. Wat ons gespeeld het, wat ons op school was, het deed van ons, daar die daar, van ons. Als ons blij het, ons geniet.
Maar ik moet daar maar nog iets even vertellen aan mijn school daar. Nee, ik kan het maar vertellen. Nou. Op school, net om te wijzen die respect wat je gehad hebt voor onderwijzer. Die respect wat je gehad hebt voor jouw pa en jouw ma. Ik wil iets vertellen. Op een dag, toen maakt mijn mama koek en daar staan door een blikje condensmelk. En ik was bij je lief. Maar zij wil eigenlijk condensmelk gaan breken voor iets. En ik rijd condensmelk gaan water gedaan. En toen vroeg mijn ma van mij, wie van moest ik eten dat drank? En toen ging ze naar daar van mij, ay, ik ga pakken. En ze zegt me, ik ben dan weer een blikje condensmelk gaan halen. En toen gaan alle condensmelk. Dus eerst mij nou drink die dat eet. En ik ga doen ze het condensmelk gedrinkt, want ik laat dat naars. Dus zei ze van mij, Vicky, hoe komt het dan? Niet omdat je de condensmelk gedrinkt. Jij moest gaan fraaien. Een mens fraaiers. Dat is door die les van mijn ma van mij. Wou leer, je moet eerst fraaien, dat heb ik gedaan. Tot op mijn ouderdom waar ik vandaag was. Zoveel zoet. Dat is enige mens gedisciplineerd. Op wel een manier dat misschien was gedisciplineerd. Bijgevormd. Ja, en dan onze werk als onderwijzers. Heeft voor ons. Ik heb natuurlijk bij onderwijs gehad, maar ik heb één onderwijzer gehad. Dat was mijn hero, meneer Fortuyn. Jacob Fortuyn. Hij was mijn hero geweest. Oh, okay. Maar die oude was een bij een kalm manier geweest. Als hij opstaat, dan staat hij meteen in een naaldje. En ze hebben je op een verre gegeven. En je voelt het die eet niet gaan heel later krijgen. En slaan voor jou met liefde. Hoe is het? Hij lacht en kijkt ze van, hoe is iemand in? Ze zei meneer Latijn voor ons. Jij vrouw. En hij had een manier gehad van dat die school slik. Of slik is het op een van die jaren. En dat is nog altijd de godsdienst gaan. Dan wisten ze, maar misschien eindelijk dat doen niet. Dat zei voor ons kinders, en dan vroeg riep, vroeg vroeg. Dat was hij. Met andere woorden, als je voelde dat het oosteren. Ja, dat was de manier van de volgers. Dat is op een manier. Zo ik kan verklaren en dan. En mij daar tot nu toe vandaag. Als een bijen ik kan brengen. Ik heb natuurlijk de Kaap doen. En ik heb dan die Kaap gewerkt van Transnet. Tot ik ga vertrekken. Toen kom ik aan, dus ik ben ook in 20 jaar dat ik mijn man verloor, die moord. Hij is vermoord. Tiefleid, het was een tiefleid. En toen ik nog klaar is, met drie ziens, met wie ziens, toen goed gegaan naar natuurlijke omstandigheden, te gaan kwalificeren. Maar wij zijn niet in de zwaar. En binnen Bloemfontein en die politie ook goed opgeleid. En mijn dochter, ze verpleging gaan doen. Zo was kunnen ze daar jaar die omstandigheden. En dat natuurlijk ook voor jou als ouder, aangemoedigd zijn. Want je kunt ook maar eens samenwerken, zei hij dan. Dan dat was het maar net nog geweest. Eén vandaag, één dag afmiddag. En dat was natuurlijk een keer gekomen waar die lijnklein zo tegenkomen. Dat was ik dus heel betrokken waar ik kan ook samen verslag geven aan die commissie van grondwezen. Hoe onze mensen daar gewoond hebben, die allemaal daar gewoond. Dus allemaal een tweede groepsmitglied, onze kerken. Daar was op deur ook een commissie geweest. Ons we begin met 31 commissies. Lijnklimscommissie. Onder de hand van de minister van Grondwijzer. En dan ook 22 jaar geleden hier van ons. Zo lang om die. En is die zaak is nog heel veranderd? Nee, hij is in ieder geval nog gaan iemand, ja, en die grond, ons had de grond ook teruggekregen. Want daar die grond was, die kerk is in ons gaan in die dag. En dan ook die vies komen ook voor ons transportakte worden aan de dag. Zo dat het komt dag is. En natuurlijk de beste van alles is afgesloten. Ik kon er betrokken raken bij die plek waar ons moest. Op grond op klaar kan je verhuizen. Verhuizen. Moest je toen in mijn plek gehad. En klaar moest ook een meisje plek. En dan was het toen die zaak van Rijnsdorp toe naar de nationale provincie, nationale regering. En daar dame die regering gepraat van, hoe maken we ons nou
ons moet nou maar klaar meer reis krijgen. Sê die minister van ons, as kom met die. Het sal nie baie julle kry huis nie, en julle die grond nie. So julle moet nou eers vir julle grond vlaag, dat ons vir julle kan huis bou. So mevrou Barris, wie was die mense wat eindelijk op klaar gelê? Jou mense. Ik moet ik als ik nou in de vraag ben. Mijn pa begint het. Ik praat nou in termen van wat de rest was die mensen die hier gebleven. Was het net wit mensen die hier gebleven? Was het net bruin mensen die hier gebleven? Was het net zwart mensen die hier gebleven? Nee, dat was allemaal. Allemaal het samen gebleven. Allemaal, want dat in de blank, ja, natuurlijk moest niet met elkaar gevoelen, maar niet wat die woorden woorden als was. Blanke mensen. Drie mensen dat hebben we op boog gewoond. En daar hebben ons wat mensen ook gewoond. Maar in de middag zijn het maar bij die wijnkelders. Dat was wat ons noemde die wijnkelders vandaag. Dat is meestal die zwart mensen geweest. Oké. Ja, dat is ook permanente werkers daar geweest. Daar was ook kerkleiders waar gewoond hebben. Dus die Zionsgemeente. Hulle is een lidmaat en meestal daar. Oké. Dat is een dag nog zwart mensen. Oké. Zo ons in die Westkaap. Die zwart mensen zijn er volgens aanpassing. Hulle was altijd daar. Ja, want hulle was, hulle is geboor, hulle is samen met ons geboor. Elke tweede zwart mens praat Afrikaans. Of in die brein mens praat Engels. Hulle praat die man kom bus Engels, maar praat Engels. En dat was ons communicatie geweest. Okay. So ek denk, Westkaap het die voorrecht om nie baie daar te sikker. As talen nie. Ja, ek kan nie ander alweer sê. Mensen accommoderen mekaar makkelijker as in ander plek. Dit is wat het is. Okay. En so het ons ons nieuwe area ook gekry. Okay. Mevrou Berg, ten slotte. Ja. As jy moet nou een boodskap geef op Nala, ja. Die nageslag, ja. Wat sal jy sê? Van die lewe en die ervaring, wat sal jy sê? Ek sal, ek is natuurlijk baie bekend en klaar aan my kinderen. En wat anders is mama mij is dat Dina. Ik is Dina namens ons mensen maar doen. Dan wil ik vandaag van alles zeggen. Begin met de goede en je zit daarmee in dag. Je moet nooit moeten opgeven. Alleen daar voor jou donker. Op de ene van die dagen plek je die vluchtrijver. Maar voor zijn jongens van alles zeggen. Kom naar ons om mensen toe. Wat nog oergebleven. Wat nou bies op, wat dus om die sake af te halen, kom luister. Wat dit ons so onskielik wegval, dan is jylle reeds daar. So wil ek hulle aanmoedig. Ons is tot op sklawe, as ek anders. Jy uit ons dorp het is, en die ook kan by daar waar ons vandaan kom, is prokureurs, daar is dokters, daar is onderwijsers daar vandaan. Nie mis onderwijs wat eerst beklawe, want dit is waar ons al groot gehad. In die nieuwtschool waar ek vandaan kom. Dokters, onderwijsers. My kind is natuurlijk zelf ook in die onderwijs goed ontdoen. Ja, en my sien is in die politie, maar is daar ook een goeie bevordering. So, om altijd om aan te hou, je moet altijd die rechte ding doen. En dan wil ik voor de dag iets even met pa van mij gaan zeggen. Als kind. Of als hy kind was. Dat is helaas dat ik kan zeggen. Dat is heel raar, wat ik voor allemaal wil geven. Mijn pap had alles voor ons gezegd. Die leer kan die waarheid worden. Maar die waarheid kan nooit die leer worden. Zo staan we bij die waarheid.